Het spijt me echt enorm. Nou, mij niet. Niks aan de hand, jongens. Jullie opa is gewoon een beetje boos. Kan gebeuren. Ik denk dat ik iets te snel ga voor uw vader. Ik moet wat meer rekening houden met de situatie. En wegwezen nou, heel snel. Nu! Weg! Moet u niet even bij uw vader kijken? Nee, de kinderen zijn bij hem. Ze zijn erg op hem gesteld, hè? Ja. Dat snap ik. Het lijkt me een ongelooflijk lieve man. Het doet hem ook aan mijn vader denken. Ook een ontzettende goedzak, maar toen hij ouder werd, hij werd anders. Agressiever, argwanender. En hoe kwam dat? Zijn geheugen werd minder. En als hersens veranderen, verandert een karakter. Opa, wil je de volgende keer even zeggen als je iemand bij het strot grijpt? Kan ik het namelijk filmen. Hou nou toch eens op over die stomme filmpjes. Je denkt alleen maar aan jezelf en helemaal niet aan opa, terwijl hij het hartstikke moeilijk heeft. Nou, opa vindt het wel een goed idee, hoor. Dan zetten we dat op internet en dan kan de hele wereld zien wat hier gebeurt. Alsjeblieft. Wat moet ik daarmee? Je viel een man aan, opa. Dat is toch niet normaal? Ja, nee, wat die vent en Cleo doen, dat is normaal. Zet die camera maar aan. He, kunnen we het filmen? Hoe ik hem van mijn terrein afschop? Oh, wacht. Het was gewoon een geintje. Ik ga niet filmen. Bij jou is alles maar een geintje, hè? Je bent ook net je vader. Heb jij me toch geleerd? Wat? Gewoon van het leven een feestje te maken. Ja. Sorry. 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 Bedoelt u nou dementie? Als dat zo is, dan heeft hij wel hulp nodig. Meer hulp misschien dan jullie hem kunnen bieden. Ik kan je adviseren, maar dan moet je niet schrikken. Oké. De vrouw die mijn vader behandeld heeft, het was in het begin eng, maar het heeft uiteindelijk zoveel rust gebracht in de familie. Ik moet weg naar New York een paar dagen. Waarom? Hoe minder je weet, hoe beter. Jullie verschuilen je zo lang in het bos. In onze geheime hut. Waarom kunnen we niet gewoon thuis blijven? Jeugdzorg geeft ons geen tweede kans. Ze halen ons uit elkaar, deze keer voorgoed. Jullie weten hoe je moet overleven in het bos. Ik heb jullie alles geleerd. Niemand mag jullie zien. Zeg niets tegen de anderen en beloof me dat jullie bij elkaar blijven. Is die weg? Meneer Vos, bedoel je? Nee, die vuile rat, bedoel ik. Hij heeft het beste met je voor, hoor, pap. Echt, je bent... Ik ben niet te moe. En de camping is niet te veel. Meneer Vos weet een hele mooie kliniek hier in de buurt. En hij gaat ze bellen, zodat wij langs kunnen komen om een afspraak te doen. Zo'n kliniek? Ja, dan wil je hem weg hebben. Het is maar voor eventjes. Zodat hij alles hier kan kopen en ik niet meer terug kan komen. Nee, zodat jij even tot rust kan komen. Je ziet het als een soort vakantie. Hij kan hier toch ook uitrusten? Dan doen wij het werk wel. Wil jij zelf nou niet weten wat er mis is? Ik wil namelijk. Ik wil heel graag weten wat er mis is. En dat iemand even naar jou kijkt. Gewoon een paar onderzoekjes en een paar goede nachten slaap. Gaat opa weer naar de gevangenis? Nee, lievertje. Het is geen gevangenis. Het is een plek om uit te rusten. En dan met verpleging. Ja, een soort gevangenis dus. We maken een afspraak en daarna zien we verder. Einde discussie.
Rekel. Nee, 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 nee. Rekel. Slechte droom, niks, hè? Ernstigs. Gelukkig ben ik nu weer bij jou, hè? Waar zijn Wende, Faya en Sofijn? Wat deden ze bij ons huis? Inbreken. Hoe wisten ze dat we niet thuis waren? Ik weet het niet. Hebben ze mij gezien, denk je? Nee. Rekel was wakker. Zo, verstoppertje. We verveelden ons. Maar waar is iedereen nu dan? Dat weet ik niet. Het is verstoppertje. Maar waarom fluit je nu dan? Ze moeten uitkomen. Waar waren we? Niet in ons huis. Goed zo. We waren verstoppertje aan het spelen. Toen kregen we honger en gingen we eten zoeken. En die knuffel, die laat je aan niemand zien. Zeker niet aan Rekel. Ik ben niet gek. Ik wil geen ruzie met Rekel. Hoe bedoel je? Ik ben een beetje bang voor haar. Kom. Er komt hier nooit iemand. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Een beetje overdreven. Nou, misschien zitten we hier iets langer dan we dachten. Bedoel je dat papa niet meer terugkomt? Oh, nee, nee, papa komt wel terug. Ik weet alleen niet wanneer. Nou, daar ben ik weer met een nieuwe vlog en met nieuwe onthullingen. Want jullie zagen al dat ik in het huis was van de telefoon niet. Wat doe jij? Nadenken. Over opa. Hoe we hem mee kunnen krijgen in de kliniek. Mag ik mijn telefoon, Tim? Nu? Je hebt hem echt al lang genoeg gehad. Ik weet niet waar je het over hebt. Ik denk dat deze voor jou is. Elektricien. Ik belde net ook al. Mijn vader is ziek. Mijn man zit in China. En wat doet mijn oudste zoon? Die steelt mijn telefoon en liegt tegen mij terwijl ik jou het hardst van allemaal nodig heb nu, Tim Bouwman. Zijn jullie er, Bouwman? Papa, hou hier nou toch mee op? Jazeker. Als mijn camping is gered. En misschien moet je even weg van de camping. Als jij mee gaat beginnen over die kliniek, word ik heel erg kwaad. Meneer Vos belde net. Of over die rat. Het is een prachtige kliniek. In een bosrijke omgeving. Echt supermooi. Ik heb het net gecheckt op de website. Ze hebben activiteiten voor ouderen. Opa wil niet, man. We gaan er gewoon heen. En als je het dan wat vindt, dan zetten ze je op de wachtlijst. Oké. Okay. Dan moet ik dus niet alleen bang zijn voor die rat, maar ook nog voor mijn eigen dochter. Nou. Faya. Binnen. Waar waren jullie? Waar zijn Faya en Minne? We gingen verstoppertje spelen. En toen kregen we honger, dus gingen we eten zoeken. Wat heb jij achter je rug? Thank you.
Jullie zijn naar huis gegaan. Wende wou Didi heel graag. Ben jij gek? Wij hadden een afspraak. Hey, weet hoe belangrijk dat ding voor haar is. Oh, en wij zijn niet belangrijk voor Wende. We hadden een afspraak om in het bos te blijven en zeker niet naar huis te gaan. Heeft iemand jullie gezien? Nee. Dus relax. Doe niet zo dom. Doe niet zo laf. Kunnen jullie alsjeblieft geen ruzie maken? Zo stil. Ik wil gewoon dat we geen ruzie meer maken. Vanaf nu doen we alles samen. Ja, ik vind het een goed idee. Jij? Laten we samen naar Wilmot gaan zoeken. Waarom niet? Geef me één goede reden. Dat hij dat niet wil. Hij wil dat we in het bos blijven. Ja, dat heeft hij letterlijk tegen me gezegd, dus doen we dat ook. Toch? Alles samen, dat gaat echt niet lukken. Nee, ik bedoel ook gewoon samen bespreken. Nou, zullen we dan? Nee, wat wil jij zeggen? Nou, het lijkt mij een goed idee als we morgen naar water en voedsel gaan zoeken. Misschien kunnen jullie naar de wateropvang. Het gaat vanavond regenen. Ja? Misschien is hij gaan vechten in de sportschool. Oh, Tim, alsjeblieft. Sorry, jongens. Ik weet het niet meer. Wat vinden jullie? Ik bedoel, ben ik de enige die vindt dat hij veranderd is? Echt, ik doe dit echt niet voor mijn plezier. Echt, ik wil gewoon dat hij onderzocht wordt. Gewoon voor zijn bestwil. Snappen jullie dat? Lot, jij hebt hem toch ook zien trillen? Dat was toch niet normaal? En misschien is het niks. Hè? Dan is hij echt binnen een paar dagen zo weer terug. Ik wil gewoon mijn vader terug. Alsjeblieft, ga kijken waar hij is. Dankjewel. Heb je hier geslapen? Nee. Niet koud gehad? Nee hoor. Misschien heeft mama gelijk. Als hij vast naar de politie gaat. Ik wil gewoon niet naar de kliniek. Ga alleen om te kijken. Ik ga mee. Niet zo naar me kijken, hè? Je weet dat hij niet tegen kan. Als jij mij belooft dat je dit hier verder uitzoekt, krijgen ze 2 dagen. Meer niet. Beloofd. Oké. Okay. Jij bewaakt het voort. Natuurlijk ook. Ja. Opa is een beetje bang. Wie er het eerste is, mag het eerste drinken. Hallo, we moeten water halen. Niet opdrinken. Het heeft de hele nacht geregend. Er is water genoeg. Hé, hey, dat is niet eerlijk.
Wat? Hij is omgevallen. Er komen hier dus nooit mensen. Het lijkt erop dat er iemand is geweest. Welkom. Meneer Dranouter? De enige echte. Psychiater Mosselman. Goede reis gehad. Overbodig, wat mij betreft. Pap, niet zo negatief. Als je kijkt, het is een hartstikke mooi gebouw. Ja, en dan heeft hij de kliniek nog niet eens van binnen gezien. Huh? Loopt u mee? Kom. Mocht u dat willen, dan zou u te zijner tijd een kamer als deze toegewezen krijgen. Kijk eens maar even rond, hoor. Blijf er maar even af. We willen niet dat het vaas breekt. Hè? Ik wou alleen even ruiken. Ik hou heel veel van bloemen. Ik ook. Daarom moet je een beetje voorzichtig zijn. Kijk, zo kan het ook. Oh, heerlijk. En u houdt van bloemen? Zeer. Deze zijn van plastic. Ja, mooi toch? Kunnen ze ook niet doodgaan? Vind ik dat zo verdrietig. Die vrouw doet raar. En dat zeg je op basis van wat? Intuïtie. Ik vind haar erg vriendelijk. En ik vind de kamer ook mooi. En papa is volgens mij ook blij. En hoe weet je dat? Nou, hij moppert niet, voor een keer. Toch, pap? Mooie kamer, toch? Alles is hier net. Ik heb onverwachts heel erg goed nieuws voor u. Ik hoor net dat deze kamer vrij is gekomen. Er komen hier geen mensen. Nooit. Wat is dat? Een van haar beest. Ja, ik ben er wel klaar mee hier. Ik wil weten welk dier dit is. Laten we teruggaan naar de schuilplek. Van Rekel en Sofijn moeten we bij elkaar blijven. Faya! Hier houdt het spoor op. Wat is dat? Faya, wat is dat? Spannend, hè? Wil je nog meer spanning? Ga naar hetgeheimvaneik.nl en help mijn ZEP-collega's, want wie van hen heeft meegeholpen om Bart van het Klokhuis te ontvoeren?